allemaal en welkom bij weer een nieuwe Minecraft Survival aflevering. En vandaag zijn we waar we de vorige keer zijn gebleven, namelijk de sniffer ruimte. Jullie zijn totaal niet veranderd in de tijd dat ik weg ben geweest. We hebben wel een kleine sniffer bij wat we de vorige keer al zagen. Ik heb er nog geen naam voor, dus wie weet dat ik dat in deze aflevering ergens verzin. Maar ik wil vandaag een andere nieuwe mob gaan halen. Ja, deze is echt nieuw. Die waren niet echt meer nieuw, maar je snapt wat ik bedoel. Ik wil de armadillo's gaan halen. En dus misschien ook een hondje adopteren. Temmen, eigenlijk. Laten we maar eens eventjes naar wat warme biomes op zoek. Ik denk dat we het beste dan bij onze lieftallige de Mesa biome kunnen zijn. Oei, ik heb niet veel rockets meer. Laten we zo eens maar even kijken of we daar iets meer van kunnen maken. Hiermee gaan we op reis. Wel even mijn Elytra repareren, want die gaat het niet lang volhouden. Maar we moeten toch naar de Nether, dus kunnen we net zo goed even snel langs de Enderman Farm. Ook zeker een goed idee om dit binnenkort af te krijgen. Hey, hoe is het, André Kuipers? Nou, vast wel goed. Doei. Enderman Jumpscare! Wat trouwens ook een heel goed plan is, aangezien het 2 dagen verwijderd is van de officiële datum dat 1.21 uitkomt, kunnen we net zo goed... Oh, andere kant. Kunnen we net zo goed... Gewoon ook 1.21 spulletjes gaan doen in deze aflevering. Oeh, dat is eigenlijk wel geinig. Goed, even slapen. Hey, hebben we die al geloot? Ik heb geen idee, laten we even kijken. Ja, al geloot. Nou, dat is top. Oh, er is daar letterlijk nog één. Nou ja, die hebben we dan gemist dan. Eens even kijken. Oeh, een enchanted golden apple. What the heck? Oké, okay, cool. Neem die heads ook wel mee, omdat het leuk is. En bones vanwege boomiel. Wat hebben we hier? Nou, nog meer heads. Nice. Nog een emerald. Oké, bones ook wel nice. Wat hebben we hier? Nog een head. En nog meer amber gems. En gunpowder ook zeker niet verkeerd. En 2 emeralds. Oké, het is een beetje een ruk loot. Want ik had op zich wel iets gehoopt qua enchantments of zo. Of iets. Maar nee, helaas. Laten we het hier even checken. We hebben hier een mooie coral reef, man. Echt 2 gewoon dicht bij elkaar. Ook heel gaaf. Ik wil even wat meer coast armor trims verkrijgen ook. Oh, gewoon geen armor trim dit keer. Oké, laten we even deze buried treasure map openen. Well, we zijn fucked, want dat betekent dat er geen enkele treasure in de buurt is. Fucking hell. Hey, is dat een village? Ja, ik wist het gewoon. De warme biome zou die rap. Oh, hey, een mushroom island. Met hier een hele... Wajo! Met hier een hele grote cave onder. What the heck? Ah, oh my god, ik dacht dat iedereen weg was. Ah, mijn god. Ze blijven me komen, godverdomme. De diamonds, die tikken hier wel aan. Nou, dat was wel leuk. Maar we gaan terug op zoek naar een savanna. En een beetje iets meer terug naar waar we vandaan kwamen. Oeh, misschien wild armor trim. We moeten naar het westen. Woep! Oh ja, nu wel. Oh, die andere was sowieso een empty map. Dat was een beetje gek dan. Het zuidoosten. Oké, dus dan is dat tegen de richting in, maar dat maakt niet uit. Oh, nou, dankjewel. Het brengt ons naar een hele mooie savanna. Het is ergens hier. Hè? Waar is hij? Ah, hier. What the heck? Oké, even kijken. Oké, fair enough. Weet je, fuck it iron. De ton iron farm, besef ik me net. De diamonds zijn wel nice. En de potion of water breeding wil ik wel meenemen. Dan moet jij weer in Molvent. Ik kan een brush maken of pakken. Dus hoeven die armadillo's niet meteen naar de base te brengen. Maar het is wel handiger. Ja, aangezien ik sinds een LA head nodig heb. Kan dit een hele goede opportunity zijn. Nou, oké, dat is heel dom. Please, drop your head. Alsjeblieft. 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 Wat ga jij aan rap, jongen? Ik voel me een beetje de moordenaar. Oh my jezus. Wat was die timing precies goed gewoon. Even kijken. Armadillo's. Waar zijn jullie? Weet je waar ik juist achter kom? Ik speel nog in 1.20.4. Ze zitten in 1.20.5. Kut. Oh, wat dom. Dat besef ik me ook gewoon nu pas. Dat ik deze... Oké, let me update. Daar zijn we dan. Staat ook een nieuwe recipe unlocked. Oh ja, ik kan niet meer even zoomen. Want ik heb geen Optifine meer. Nou, is niet heel erg. Oh, dat is wel heel erg.
Of omdat de game nog even moet opstarten. Oh my god, ik dacht dat... Hey, Savannah, let's go! Ik dacht dat we met een... Hoe zo heet zo'n ding ook weer? Ik weet het echt niet meer. Wat is dit nou weer? Hoe heet die joke? Hier in beeld. Hier, krijg de fucking structure name in beeld. Ik weet het echt niet meer uit mijn hoofd. Oh, is dat er één? Is dat er één? Is dat er één? Is dat er één? Ja! De allereerste armadillo! Oh, sorry. De allereerste armadillo! Wat cute! Oh, wat schattig ben jij, want ik hou je van. Ja, dat vind ik helemaal leuk. Het kostte me drie... Hey, nog één. Het kostte me 23 minuten, maar dat maakt helemaal niet uit. Oké, dus nu moeten we dat gaan verkrijgen. Dat kan wel eens goed schoon met een brush. Ja. Oh, wat cute dat je naar me toe komt lopen. Oh, we hebben een brush. Oké, nice. Laten we eens even brushen. Maar ik kan dat eigenlijk oneindig veel. Gaat wel kapot. Het gaat wel heel snel kapot. Dat was ik even vergeten. Kijk, we hebben koper. En feathers. Nou, kippen zijn in de buurt, dus die gaan we even killen. Oh. Kip. Oh, hey, kip. Waar is mijn looting heen? Waarom dropt er niks? Excuse. Wat? Hallo? Is dit een 1.20.6 bug of zo? Wat is dit? Hè? Ik denk dat wij de more mob heads moeten uitzetten. Misschien dat dat namelijk interfereert met de loot table. Omdat, ja, 1.20.6 de nieuwe armadillo heeft toegevoegd. Oké, het is vast nu wel goed. Oh, dat is de... Dat is de reden. Ik ben blij dat ik daar snel ben achter gekomen, want... My god... Ik maak even belachelijk veel. Belachelijk veel van die dingen. Dan kan ik hem helemaal leeg halen. Dank je. Dan heb ik er 28. Dat is echt wel genoeg. Dan nu moet ik er eigenlijk 2. Oh, heb ik slimes? Nee, hè? Oh, wauw, jawel. Nou, ik heb schijnbaar ooit een materials box gemaakt. Dus kan ik gelukkig 2 leads maken. Oh, dat is meteen iets meer. Nou, maakt niet uit. Dat is op zich ook wel handig om te hebben dan. Oh, dan ben ik blij dat ik die box ooit heb klaargemaakt hiervoor. Ja, het ding is, pas in 1.21 kunnen we boots gaan leashen. En dat kan nu nog niet. Dus ik kan er 1 meenemen. Maar 1 in de boot en 1 gewoon letterlijk aan mijn zij of zo. Ja, goed zo. Oh, die lopen zo schattig mee. Daar zijn we dan. Haha. Naar kilometers reizen zijn we er. Oké, dan gaan jullie door het portaal en dan gaan we jullie ook naar de base brengen meteen. We kunnen eindelijk! Yay! Nou, dit duurde me wellicht een uur. Letterlijk een uur. Wauw. Oh my mamma mia! Daar zijn jullie dan. In de megabase. Na zoveel tijd. De chunks mogen weer lager, anders heb ik er last van. En... We hebben de armadillo's. Hey! Waar zijn al mijn invisible item frames heen? Wat is dat dan weer voor bullshit? Oh ja, omdat in 1.20.6 zijn NBD data's weg. Maar ze hebben wel components. Dus waarschijnlijk als ik zelfs trigger invisible doe, dan werkt dat voor geen enkele reden meer. Enkele shit meer. Ah! Kameel. Oh, dan gaat er lekker zitten. Ik zoek nu... Een zadel, want volgens mij kun je ze niet berijden wanneer je... Nee, we hebben echt een zadel nodig. Dat is jammer. Dus dan moeten we wel even zadels vinden. Oh kijk, dit is nieuw. Oh my! Oh my! Oh my! Oké, heel veel oh my's. Ik zie ineens heel veel diamonds. Nou ja, die neem ik zeker wel even mee dan. Hé, hey, weer een village. Misschien hebben ze daar een zadel. De... De... Excuse me. Oké. Dat doe ik ook altijd als ik thuis kom. Again? Doe jij dat ook al? Wat een bezeten dorp. Nou, hier is dan het dorp waar ik heen kan wezen. Is het nou zo moeilijk om een fucking zadel te vinden? Hoi. Stel even, er komt iemand zo in je huis. Hey.
Hey, daar zit hij gewoon in een ruined portal. Ja, dat kan ons niet gezien. Ah, hi. What the fuck? Zit er gewoon een random huis hier ook? Volgens mij heb ik echt gewoon zo bijna een half uur verspeeld hieraan. Moeten we even twee kamelennamen verzinnen? Oké, dan gaan we naar de eerste. En dat is daar. Neem meteen ook even alle hay bales nog mee. Ik zweer als ik hier trouwens een kist had met zadels. En waar in godsnaam is de kameel? Oh, hier is hij. Hallo. Nou, de allereerste kamelennaam is... Kammo. Hallo, Kammo. Kan ik het meteen zo doen? Ja, hoor. Ik wil zeggen, ben je fucking langzaam, ouwe? Nou ja, het gaat. Ja, oké, dan ben je wel echt langzaam, zeg. Chewbacca. Ik vind het wel nog steeds grappig. Wat voor... Oh my. Nee, niet gaan zitten. Kom, we gaan. Dan ga ik even de andere kameel halen. Maar welkom. Kameel. Hey, daar gaan we nu. Nee! Jij moordenaar. Gaat hij daar lopen zitten ook nog, hè? Kom maar eens even mee, jij. Even kijken. Oh, twee breed kan al. Wat fijn. Wow. Wat fijn. Wat fijn. Wat leuk. Nou, doen we dat toch gewoon even. Dan zit je schattig op me te wachten, Koma. Koma. Ik moet er gewoon Koma nu van maken. Hey Siri, vertel een leuke grap. Let op, alleen voor kinderen. Ik probeerde eens een toernooi voor Verstoppertje te organiseren. Maar het was compleet mislukkeling. Goede spelers zijn moeilijk te vinden. Wat is hier een grap aan? Oh, hoe is het, jongen? Om hier te wezen. Waarschijnlijk geweldig. Nou, kan jij daar ook aankomen? Wat geweldig. Ik weet niet hoeveel dingen aan één fansgate kunnen, maar dat maakt niet uit. Fans, niet fansgate. Welkom! Oh, daar ben je. Welkom, kaneel in de base. Ik heb nooit gezegd dat mijn content voor kinderen was. Oh, het huis is echt super grappig daar. Nou, als ik door de portal vlieg, een beetje the old days vibes, dan zullen wij in de volgende update terechtkomen. 3, 2, 1. Daar zijn we dan! Het is Minecraft 1.21. We hebben ook geen vanilla tweaks nu. Ik kan hem aanzetten, maar kan een beetje buggy zijn. Dus ik doe het wel en ik kijk gewoon even hoe het is. Want ik vind die crosshair gewoon in het midden saai. En we zijn er. Ja, de wolken staan uit, omdat natuurlijk daar Optifine nodig voor is. Dus ik kan normaal de wolken wel aanzetten. Maar dat doe ik eventjes niet. Oh, we gaan naar de base. We gaan de nieuwe blokken maken die we kunnen maken. En dan gaan we op reis naar nieuwe chunks. Ik wil dat denk ik achter de vulkaan doen. Dat is namelijk denk ik een hele mooie plek. Dit is uit te zetten, toch? Ik heb even de portal delay op 0 gezet. Kijk, dat vind ik veel cooler. Dat is een game roll die ik graag aan wilde hebben. Maar op naar de base. Daar zijn we dan. Laat maar als allereerste gewoon eventjes die nieuwe tof. Tof? Laat maar als allereerste gewoon de nieuwe tuf blokken gaan maken. Omdat we natuurlijk dat ook nieuw hebben hier. Dan kan ik meteen deze dingetje ook even opvullen. Laten we wat polished tuf maken. Zo. En meteen wat polished... Bricks van Tuf. Oh, dit kan zo cool zijn voor dit. Dan kan ik dit ook veranderen. Want ik vind het eigenlijk niet eens een hele mooie blok. Of zo om hier als rand te gebruiken. Omdat we dit ik al best wel vaak dit blokje gebruikt hebben. Kan het eindelijk Tuf worden. Ja, hier ben ik fan van. Dit vind ik leuker. Dit ziet er net iets beter uit. Maar, dat is natuurlijk niet alleen nieuw. We hebben ook natuurlijk Tuf Stairs. Oh. Eindelijk. En niet per se dat het quark related is. Het is nu echt gewoon vanilla. En slabs. En walls. Ach, geweldig, jongen. Hier kunnen we zoveel nieuwe detail dingetjes mee maken. Dan kunnen we toevoegen aan de steentjes die we hebben gemaakt in de vorige aflevering. Bij die sniffers. Natuurlijk deze stairs. Ik snap niet waarom polished stuff wel walls heeft. En niet de polished granite en diorite en andesite. Maar ja, oh ja, natuurlijk ook de chisel tuff. Oh. En ik denk dat de Chisel Tough Bricks wel een van mijn favoriete blocks is die is toegevoegd aan deze game nu. Ik vind het gewoon cool, die mega brick zo hier met dat randje zo boven en onder. Ik vind het zo cool. I like it. Ah, yes. Maar dat natuurlijk niet alleen. Natuurlijk de kopperblokken. Ah, oh, kopper. We hebben natuurlijk nu kopper doors. Oh, dat is zo lijp. Holy cool, man. Holy cool. Ah, oh, natuurlijk de trapdoors. Oh, dat geluid is zo satisfying.
Oh, love it. En de chiseled copper. Copper grates. Die zijn ook super gaaf. Die gaan we zeker gebruiken in de base. Het kan trouwens een perfect blokje zijn eigenlijk. Voor iets hier bij de brug. Dat ik trouwens goed geland. Misschien wel, ja. Maar het, natuurlijk het mooie hiervan is dat we die trial chambers kunnen gaan zoeken strakjes. En dan kunnen we al die blokken daar ook vandaan halen. Hoef ik niet alles te maken. Dat helpt ook wel. Dat helpt ook wel natuurlijk. Het geluid is zo nice. We missen natuurlijk alleen die copper bulb. En volgens mij maak je dat met... Moet ik even opzoeken, ik heb eigenlijk geen idee. Oh ja, blaze rods en redstone. Want die kan ik wel toevoegen hier aan de base. Laten we het gewoon heel eventjes proberen met een paar. En ik hoef maar één redstone signal te geven. En dan gaan ze aan. Oh, het is natuurlijk zo dat die... Oh, het is natuurlijk zo dat die meest oxidized versie van deze lamp... geeft het minste licht. Oh, dat is grappig dat ik die nu heb. Dus dat past eigenlijk helemaal niet erbij. Ja, behalve als we dit doen. Dan zie je wel een soort van lichtje. Oh, dat is eigenlijk wel cool. Dan zie je iets meer. Ik denk dat ik er wel fan van ben eigenlijk. Laat ik het gewoon bij deze drie eventjes neerzetten. En ik zie wel. Dat is een mooi iets voor misschien de volgende aflevering. Als we gaan bouwen met de nieuwe spullen. Dus dan gaan we nu op zoek naar een village in de nieuwe chunks. Zodat we een trial chamber kunnen gaan vinden. Daar zijn we dan. Oh, dat ziet er zo gaaf uit nu. Holy shit. Dat golden savanna texture packje, dat maakt het ook een soort van oranje. Waardoor het lijkt alsof hier ooit lava activiteit is geweest. Oh, ik zie mijn coördinaten ook niet meer hier in die data pack. Shit, man. Oh, wauw. Kijk, meteen een village. Hopelijk hebben we die nog niet eerder ontdekt. Hebben we een villager die deze job heeft? Ik denk het niet. We nemen hem even mee. Oh. Oh, dat meen je niet. Moet ik daar eerst ook... Ik heb geen glass paint, jij debiel. Wow, dat ziet er gaaf uit. Wacht. Er zit gewoon een village aan de andere kant van de vulkaan? Dat wist ik niet eens. Oh, nou ja, dat maakt niet uit. Dat is toch niet te geloven? Oh, hebben ze hier trouwens een tall grass in een kist of zo? Ja, tall grass. Kijk, wat is er gebeurd met deze village? Daar zijn we weer. Oké. Okay. Ik heb geen crafting table. Dat is toch niet te geloven? Ah, oh, ze hadden hem nu moeten geven. Dus dit is een te oude villager. Ah, oh, debiel. Dus dan moet dat wel een nieuwe generator villager zijn. Ik dacht dat het niet hoefde. Nou, maakt niet uit. Oh, meadow biome. Die kunnen wel villagers krijgen. Ja, dat bedoel ik. Nou, prachtig. Dit is echt zo'n... Ja, coole village dit. Met een mooie lava pool hier. Hé, hey, word eens wakker. We moeten alleen nog een kompas maken, maar dat komt wel goed. En... Ja, de Trial Explorer map. Let's go. Hey, yo, kind. Godverdomme, waarom doe je de deur recht voor mijn neus dicht? Dat tolereren wij hier niet, hè? Kijk maar uit. Anders dan breek ik je nek. We zijn bij dag 1000, by the way. Holy shit. Waar moeten we heen om terug naar huis te gaan? Oké, die kant. Maar waar is de... Hij is letterlijk hier. Oké, nice. Dat ik bij de village. Wat cool. Oh, de andere kant op. Ik moet goed opletten dat ik niet midden in een blokje tuf hak. Oftewel tuf bricks, dat bedoel ik. Oh man. Nou, we hebben gewoon een toren gevonden. Dat is nice. Even de spullen droppen die ik niet wil hebben. Dank u zeer. Oké, top. Dan gaan we een beetje concluderen. Oké, laten we naar binnen gaan. Binnen 3, 2, 1. Psych, ik gisteravond eten. Voor jullie is dat helemaal geen probleem, maar voor mij wel. Zo, het zit er lekker weer in. Let's do this. We kunnen de potten breken. Nice. En dan hebben we ook meteen die pottery shirt. Wat zat er eigenlijk in? Emeralds? I guess. Wacht, ik kom eigenlijk breken met de pickaxe. Nou, dat doen we thuis wel. Decorate de pot. Nee, dat moet nu. Dat moet nu. Want ik moet die... Ja. Ik wil die flow pottery shards hebben. Oeh. Er zit veel emeralds in, man. Oké. Okay. Ik heb geen toortjes bij, dat is een beetje jammer. Scaffolding, nou nice, weet je. Ik neem het gewoon mee. Wat? Hoezo zit hier een kist? Nou weet je, daar kan ik spullen in doen die ik niet wil. Ah, Kaulo. Oh nee, dat meen je niet. Ah, kut, sorry. Ah. Oh, hier zit een spanner. Oh nee. Oké, dit is een zombie en... Een zombie. Oké, dat is te doen. Oké, let's do this. We are gonna fight.
Ho! Oh, er zijn heel veel zombies. Oh, een breeze. Wat krijgen we voor loot? Oh my god, we krijgen meteen een trial key. Oeh, dat ziet er heel erg ominous uit. Aanvallen! Oké, we krijgen een blazer op. Hey, een breeze op bedoel ik. Oh my jezus, dat schrok ik me hard door. Woe! Under lock and key. Oeh, poisoned arrows. Nice. Iron. Emeralds. Nice. Ik laat hier even omhoog gaan. Oké, okay, daar komt hij. Een baby zombie. Of is er twee? Oh, er is een skelet. Oh. Een trial key. Hoppakee. Trial key, let's go. Oh, kijk, we hebben een nieuwe pottery shirt nu. En dan gaan we nog een keer omlaag. Hé, hey, kist. Weer leeg. Dat is echt iets mis met mijn wereld. What the fuck? Oh, hier komt er een. Is die dood die hier leefde? Nee, hè? Nu wel. Wat krijgen we? Trial key? Trial key. We kunnen ook deze openen, want we hebben heel veel trial keys. Arrows, nice. Oeh, had je al een boekje, wat was het? Fortune 2. Wat een meuk. Maar nee, doe ik spullen die ik helemaal niet nodig heb. Oké, nice. Weet je die fuck up, weet je. Ja, oké, dat was nice. Dan gaan we nu daarheen. Dat is ook een kist. Maar is die dan wel vol? Ik snap er helemaal niks van. Waarom is elke kist leeg? Come at me, brothers. Oeh, een chandel boom. Potato. Nou, wat een kut loot. Wow, my. Oeh. Hebben we al van die wind charges gekregen? Oh my! Ah! Laten we deze meteen openen dan. Wat krijgen we eruit? Een trident! What? Holy shit! What the fuck? Oké. We staan elkaar. Wat leuk. Wow! Zijn we nu bij het beginkamertje? Oh, hier zit wel wat in de kist. Huh? Wow! Wat een dikke gym was dat. Oh, hier zit een nieuwe kamer. Oh, was dit een van de beginkamers? Oh, dit was een van de nieuwe beginkamers. Daar was iets toegevoegd, dat klopt. Oh, dit is allemaal waxed. Lekker, joh. Oh, joh, dan kunnen we hier heel veel voor de base meenemen. Dat moeten we dan zeker even doen. Dan kunnen we heel veel meenemen. Kist met... Oh, Guster! Ja, natuurlijk! Die geef hem... Die wil ik wel even. Wow! Dat was niet de bedoeling. Ik moet zeggen, dat is een goede eerste geslaagde trial chamber. Het was niet heel lastig of zo. Had ik ook niet verwacht, want daar ga ik niet voor. Maar ik heb helemaal geen wind charges gekregen. Nou besef ik me pas dat je die gewoon maakt. Oh my god, dan ben ik toch een debiel. Oké, laten we nu op zoek gaan in de wijde wereld naar een outpost. Want als we een outpost vinden, godverdomme. Dan kunnen we dus zo'n villager killen en dan krijgen we dus die nieuwe bottles ook. Zo krijg je nu ominous. Bad omen, niet ominous, wat dan ook. Well, a comeback. Oh, er is zelfs een wandering trader gespawnd. Oh, en een dikke zombie siege. Holy shit, maat. Ik moet de village beschermen. Ze zijn beschermd. Nautilus shells? Ja, joh. Dan kunnen we binnenkort een conduit maken. Want we hadden er al een paar. Laten we hier even konkeloeren. How you're doing? Large fern. Nee. Ik zie wel een ruined portal, maar geen outpost. Ah. Weer een. Een ruined portal. Ah! Oh, ik kan hier niet bij mijn rockets. Fuck. Nee. Oh my. Nee. Oh, hier is een ruined portal. Oh, gelukkig. For the life of God, geef mij hier... Wat staat hierin? Een flint en steel. We are saved! We are... Nou ja, niet helemaal, want we moeten ook nog genoeg obsidian hebben om nu überhaupt een netjes te maken. Maar... We are saved! Where are we at? Oh, hier. Oh, we zijn hier! We zijn hier! Even daarheen. Even daarheen. Uh-oh. Ah! Yes, oké. Okay. En we hebben onze Ender Chest terug! Yahoo! Oké, yay! Fucking hell, oké. Ruined Portal nummer 1000. Oh, wacht! Wacht! Nieuwe wolven! Natuurlijk! Dat is al de vorige aflevering. Dat is al de vorige update natuurlijk toegevoegd, maar. Oh, dat moeten we zeker ook even gaan zoeken eigenlijk. Hey, yo! Een tempel. Hé, hey, kijk wat we hier hebben: Earth Treasure Map. Ghost Armor Trim. Ja! TNT. Geef dat maar mee. Fuck de bamboeplanken. Oké.
Nou, we zijn terug bij de berg. Dat heb ik goed onthouden. Dan was het een beetje die kant op en dan komen we wel weer terug. Bij de vulkaan. En ik heb de map toch bij, dus ik kan zo meteen toch weer snel terugvliegen. Woe. Oh my god, er is daar een outpost? Fucking! Oh! Oh my god, wat ben ik toch een dikke oetlul. Nou, daar. Daar hebben we eentje met de vlag op de kop. Hoa! Tada, en we hebben... Bad Omen 2. Vind ik goed zat. We gaan nu gewoon terug. En we gaan het nog een keer doen. Daar zijn we weer! Oké, daar gaan we. Bad Omen 2. Moeten we eventjes in de range komen van de spawner. Tada! Trial Omen. Here we go. Oh ja, we krijgen die nieuwe fucking... Oh! Oké, nu wordt het wat uitdagender. We krijgen die nieuwe potion effects. Oh, dan krijgen we ook slimes. Een soort early slime farm. Oh my! Oh! Heel. Of slow falling. What the fuck was dat? Slow falling. Oh, wat? Waar komt dat vuur vandaan? Ben je klaar? Yes, een ominous key. Let's go! Oké. Het is voorbij. En hier was er één. Let's go. Hi. Oké, we gaan jou even openen. Wat zullen we krijgen? De andere. Let's go. Ah, dat was het. Oké. We hebben een flow. Ja, we hebben een flow. Breach. Breach 2, natuurlijk. Oh, let's go. Maar ik wist niet dat er ook vuur gespaand kon worden. Is dat fire resistance? Ik weet niet welk effect dat was. Oh, dat zwaard doet heel veel damage. Oeh, zie je? De potions. Dat is zo'n gaaf effect. Fucking potatoes. Ominous key, let's go, baby. Oké, we hadden nog meer een spanner. Die breeze spanner hier. Oh, ik heb dik armor, maar misschien moet ik even trouwens mijn elytra uit gaan doen. Wacht, het is heel even tijd om terug te gaan trekken. Waar heb ik mijn chestplate? Oh, die zit gewoon hierop natuurlijk. Oh, wacht, dat werkt niet meer. Want die data pack is eraf. Kaolo, nee, dat is niet te geloven. Nou, dan ga ik wel eventjes terughalen hoor, zodra we... Dit... Waar komt die arrow vandaan? Come at me, brother. Oh my. Ik schrik... Oh, jezus, dat doe jij vaak achter elkaar. Woe. Hij is nog steeds niet klaar. Steek. Ja joh, dat weet ik ook zo vaak thuis. Er was hier ergens nog een kamer, toch? Ergens, hier. Deur? Waar was die deur? Of liep dit gedeelte dood? Ik weet het al niet meer. Nee, het liep niet dood. Ik ben blij dat we geen bolk hebben, want dan hadden we echt volledig neergehaald geworden. Even vluchten. Oh, ik heb die nu geactiveerd. Zo, waar jump jij heen? Oh, het was van helemaal nergens naartoe. Golden carrots, kijk, dat is eindelijk iets nuttigs, weet je. Daar heb ik net iets meer aan. Yes, ominous key, let's go. Oh, daar komt het vuur vandaan. Hoppakee, geef me de mace. Oh, the fuck, wat voor ex is dat? Even kijken. Forge. Plus 10 mining efficiency? Wat is dat nou ineens? Nooit opgemerkt. Oh, deze hadden we ook nog, ja. Die zijn wel trouwens heel makkelijk te killen. Ten opzichte van die andere dingen. Top! Ja, een key. Wat krijg ik? Key. Oh, regeneration. Weet je, geef maar even. Come at me, brother. Geef me de mace. Ja, ik bedoel zo'n heavy core. Nee, ah. We gaan deze een beetje vanaf bovenkant. Nou, weet je, fuck wat ik zei. Ik denk dat ik heel even terug moet trekken. Ah! Potatoes. Nou, daar hebben we heel veel aan. Come on, wat zijn jullie hitboxers, Ruk? Woe, even terugtrekken. Ah! Waarom ga ik potatoes eten? Come on, dat is alles wat ik. Het laatste wat ik moet eten. Hey, je kan de trap niet opkomen. Oh! Slime, what the heck? Die slimes gaan niet dood in de muur. Oh, fuck! Ah! Oeh, wat heb ik hier gedaan? Dat klonk heel verkeerd. Wat geef je mij? Please, de Enchanted Golden Apple, let's go! Heavy core! Crossbow, holy fuck! Okay. Deze heb ik nooit geopend, toch? Nee, inderdaad. Lekker! Ik moet eens die andere armor trim nog krijgen, wou ik net zeggen. Oh! Dat is toeval. Goed, we gaan hier weg. We gaan nog eventjes terug naar de andere outpost. Naar de outpost. En dan gaan we daar eens eventjes nog één Bad Omen potion krijgen. Zodat we een volgende trial chamber
back-to-back kunnen doen. Ja, banner, let's go. Woep. Let's go, wat kregen we? Bad Omen 5? Holy shit, maat. Oké, op naar een nieuwe village. Moet wel een beetje het nieuwe gedeelte blijven, maar wel ook een beetje dichtbij de ware wereld blijven. De ware wereld? De wijde wereld blijven die we kennen. Ik ben bang dat het hetzelfde is. Heb ik hem gedropt of heb ik hem bewaard, die andere? Het is een andere! Let's go! Oh! Wat een geluk heb ik toch. We moeten naar het noordwesten. Ik hoop dat deze wat groter is, want normaal gesproken kom je iets meer kamers tegen, heb ik het idee. Tot zover is het nog tot diep sleet. Oké. Als je het niet zo erg vindt, ga ik even een klein beetje terug. We gaan eten en we gaan er gewoon voor. Een golden apple in de hand. Desnoods die ook. Here we go! Nu is het ietsjes makkelijker weer. Emeralds. Diamonds. Wind charges. Shield. Wat hebben we hier? Oh ja, de nieuwe music disc. De een van de drie. Dat is waar ook. Golden apple. Oh ja, die kun je hier ook krijgen. Lekker. Ik had helemaal niet op zoek moeten gaan. Oh, meteen hierheen. Oh, het is een... Een bokt. Nee, dit is een slime. Komt die nog? Of... geen idee eigenlijk. Oh, fire respect. Oh, fuck man. De slimes leven. Het is dezelfde kamer als die van anderen. Die we hadden. Een beetje zo'n randomized kamer. Oh, waar ben je? Oh, je past precies in dat gat ook. Dat is ook precies de bedoeling, denk ik. Wacht, ik moet er eigenlijk een fireball of een windcharge ball terugkaatsen. They know where to find me. Dat is best wel interessant. Ze hebben helemaal geen line of sight gekregen met mij. Arrows. Nou, er zit gewoon... Oké, daar is een... Wat? Hoezo? Nou, taart. Lekker. Hier zit een... Ominous. Oh, die kunnen we alvast openen trouwens. Want die ga ik sowieso vergeten de volgende keer. Banner pattern. Ominous vol. Wow. Nou, lekker. Oh, dit is weer zo'n random kamer. Oh, de bokt. Nee, de bokt. Shit. Oké, dit wordt een lastigere. Jezus, dat was air rape. Hier moeten we de volgende ronde goed op voorbereid zijn. Oh my, dat moeten we nu al zijn. Woe! Nou, die is open. Hey, let's go. Ja, dankjewel. Kijk, we zoeken nog de bokt en de breeze. Die zijn denk ik naar beneden gevallen. Oh, hi. De deep dark. Nee joh. Oh damn. Maar dat hoort niet te kunnen. Ja, we gaan nog een bottle van 5 zo meteen openen. Een mangrove tree? Oh wat. Wist je dat dat kon? Interessant. Boven. Wel. Hierboven is nog een kamertje. Ja. Oh. Better be worth it. Come at me brother. Oh my. Wat gebeurt er zo lang helemaal niet? Meer actie. Meer explosieven. Speed potion. Oh shit. En een key. Flutter. Dan breng ik jou even op. Ik kan jou droppen. Ik kan jou weer pakken. Ik heb 2 keys. Cool apple. Oké. En een breaking 1 score. Of een dat. Ja. Diamond. Bow. Nou, dit hebben we gedaan. Oké, dan gaan we terug naar de beginkamer. En dan gaan we nog even wat drinken. Gaan we even wat drinken? We drinken wel bad open 5. We need line of sight. We drinken meteen een andere speed potion ook op. Oké. Let's do this. We gaan gewoon terug naar de eerste kamer waar we net waren. Had ik net zo goed daar dan kunnen drinken, maar goed. Ik doe deze even gewoon niet tegelijk. Oh, interessant hoe ze dat spawnen. Ah, ik ben gewoon geraakt door een Slowness Arrow. Klaar? Ja, key. Potato, serieus? Ah, kopweb. Nee. Oh, ze schieten elkaar, daar moet ik even juist gebruik van maken. Denk ik als je niet op te pakken? Ja, daar ben jij. Die is klaar. Geef me een key. Come on, ga dood. Golden carrot, nee. Geef me een key. Godverdomme, weer geen key. Oh. Dan gaan we deze eens even doen. Oh, waar had ik het zicht naar? Oh, nee, jullie. Oh my. Jezus. Nu ben ik een beetje in gevaar. Ah. Oké, golden apple eten. Golden apple eten. Oh, ik was echt zo bang daar. Yes, 2 onus keys. Woe! Die is nog niet klaar. Oh, die hebben we niet klaar. Dat is de breeze. Oké. Weehoe! Ben je nu klaar? Ja, hij is klaar. Key? Oh! Steek je lichaam gewoon neer. Geef me de mace. Oké, let's go. Oké, ja.
Ah, minder? Ah, oké, okay, dat was oké, okay, maar niet heel erg mooi ofzo. Dat klonk net een hond. Oh, ik heb de product allemaal hergeactiveerd. Het was niet de bedoeling. Nou ja, maakt niet uit. Holy shit. Holy shit. Even eten. Even rustig. Ah! Die was de beginkamer toch waar we kwamen. Als het goed is wel. Oké, okay, daar gaan we weer. Even wat vechten. Shit. Oh. Nee. Oh my. A potato, you fucking mini. Bro, ik heb letterlijk gewoon bad omen 5. Ik dacht, dat geeft wel iets meer geluk of zo. Waar ben jij? Oh, hier, deze openen. Weet niet wat ik nodig heb. Hier ben ik nog niet geweest, of wel? Ja, wel, ik ben hier dan. Nee, ik ben er niet geweest. Nou, doe deze nog even. Oh! Oh, oké, okay, ja, nee, dat is een teken van ga even weg of zo. Dan doe ik dat wel even. Hoepa! Hey, makker. Vriendje, vriendinnetje. We komen er weer aan. Dat is weaving. Oh, doei. Hoi! Hier denk ik. Ben jij al geopend? Nee. Ja! Ja! Let's go! We hebben de heavy core! Ja! Bij de laatste. Oh, hier. Ik wil meteen de... Oh. Ik wil meteen de mace maken. Wat ben jij? Wat heb jij? Protection 2, ja, tief maar op. We hebben de mace! We hebben de mace! Let's go! Ja! Oh, finally! Oh, let's go! We're going back, we're going back. Yo, mensen! Ik denk niet dat hij het doet. Nee! Oh, jammer. Oké, dan is het hier als laatste geopend. Dat weet ik niet meer. Oh, ze doen het weer. Wat? Ik verander het even naar een andere onder de spawner. Oh, ik ga bijna dood, gek. Oh my god. Shit. Wat? Oh. Een chicken jockey. Ah, ook nog niet. Oké, okay, dan kan ik ze gewoon nog niet openen. Ja, oké, okay, ik ga weg. Ik kan er niet voor je blijven. Oh, ik heb slow falling. Nee, dat is niet zo handig. Ah, we hebben veel geopend vandaag. Ik wilde sowieso een key bewaren, eventueel, gewoon puur omdat het cool is. Maar die andere heb ik niet meer. En ik heb die andere twee music discs niet, maar ik heb wel de leukste, dat is wel leuk, dus. En we zijn home sweet home. Ah. Oh. Man, we hebben echt veel bekeken. Hoe ziet die kaart er nu uit? We zijn ver weg. Wat, waar moet ik heen? Het west, noorden. Noordwesten, ja daar. Oh. Oké, okay, ik ga even alles opruimen. Dan gaan we de mace even kijken of we die kunnen enchant of iets kunnen verkrijgen daarvoor. Zodat we er wel leuke dingen mee kunnen doen. En dan is het een goede aflevering geworden. En dan gaan we de volgende aflevering die blokken verkrijgen daar. Om een beetje de base te upgraden. Dat sowieso. We gaan echt aan de base werken. Want dat is echt nodig. Maar eerst opruimen en dan de mace. En Vanilla Tweaks is terug. En misschien zie je al een leuke verandering. Namelijk die hunger points zijn bij mij nu golden carrots. Omdat ik die natuurlijk vaak at. Vond ik het wel een leuke toevoeging aan de texture pack. Heel cool. En ik heb zelf helemaal geen eten meer. Oh, natuurlijk deze hebben we nu hier. De mace. En die is nu 3D. Holy fuck. Even kijken of we deze kunnen enchanten. Want dat weet ik uit mijn hoofd niet meer. Maar ik denk dat het eerste juist wil bewaren voor... Ja, het kan wel density, maat. What the fuck. Maar ga ik in ieder geval eventjes deze spullen opruimen. En de belangrijke dingen zoals deze. Even laten zien waar ik die bewaar. En dan gaan we eens eventjes verder. Oh, hier is mijn mending. En hier is trouwens mijn breach. Dan kunnen we meteen er wat toevoegen eraan. Breach 3 en mending. Oeh. Ziet er cool uit. Laten we even dat schaap uitproberen. Huh. Oh. Gebeurt het dan nu? Nee, ik moet echt vallen, hè? Ja, ik moet echt vallen. Dat was het volgens mij. En natuurlijk onze trident. Oh, zo cool. Hier onze nieuwe 3 pottery shirts. We hebben natuurlijk die brewer 1 keer uit de desert well gekregen. Alleen niet nog een keer. Dus dat is wel een beetje jammer. Oh ja, en de armor trim. Hebben we er 3, right? Of hebben we... Nee, we hebben er 2. We hebben 2 armor trims. Dus die ga ik denk ik toevoegen hier aan de collectie. Weet je, ik plaats altijd vast die armor stands en zo. Zodat we dat alvast hebben gefixt.
Ik heb heel veel breeze rods. Holy shit. Dit wordt even onze banner pattern kist. Zo, hier komen onze totem of dying in. Want we hadden er echt zoveel. Tada! Ah, prachtig. Van coast hebben we er al zoveel. Ah, hier heb ik eigenlijk nu wat meer van. Oh, wow, look at my roof. Oh, dat is echt heel erg gaaf. Nice, oké, die moet ik eventjes bewaren. Ja, dat is cool, maat. We kunnen trouwens deze al eentje geven. Bolt. Ja, laten we dat gewoon meteen doen. Ik zeg, ik kan wel de volgende afleveringen doen, maar ik heb nu toch tijd. Oeh, dat ziet er wel cool uit. Er gaat er één. Er gaat twee. Drie. En vier. Oeh, ja, die is cool. En bij deze doen we... I don't know, misschien diamonds of een ander lichtkleurtje. Misschien lapis dan. Ik wil de eerste instantie nu pas iets met de maze doen. Heb ik niet meer gedaan. Dus ik wil denk ik nu gewoon teruggaan naar een trial chambers gaan doen totdat ik die laatste armor trim heb. Want dan heb ik alles wat ik wilde verkrijgen deze aflevering. Ja, dat wordt nou, een snelle montage dan, zodat wij, even simpel gezegd, de laatste armor trim verkrijgen. En misschien desnoods die laatste music disc. Maar music disc vind ik desnoods niet echt een prioriteit voor deze aflevering. Ik wil eigenlijk hier voorbij gaan nu. En ik wil naar mijn trail ruins. We're back again. Wat is dit, een mini mesa? Wat? Nee, wat? Hoezo geef jij er geen? Nee, je bent echt gewoon een dikke aap, weet je dat? Weet je, stik er maar in, weet je? Ik ben jou helemaal zat. Ik ben jou helemaal zat. Kom hier, jij. Geef me je hoofd. Je vieze v***. Weet je, ik kan hier wel een advancement halen, nu ik er toch ben. We hebben een diamond nodig. Ik heb wat hout nodig. Want daarmee maak ik een jukebox. Dan pakken we onze music discs. En dan gaan we gewoon even... Sound of Music! Het is fucking luid! Hier is het wel enjoyable. Nou, die advancement hebben we meteen gehaald. Nu even tijd voor oorbeschadiging. Ook net hier wel in. Ah, kijk. Hier hebben we weer een village. En weer een ruined portal. Echt, hoeveel wil je in mijn bakkers douwen? Jezus. Hey, witch hut. Wacht even. Dit kan een perfect plekje zijn om die zwarte kat te temmen. Die bij de complete catalog hoort. Katje. Wow. Katje. Oh, wat cute. Ja, we hebben hem nu. De complete black cat. Nou, als je even meekomt. Nieuwe wolven natuurlijk. Hey, jongen, wat ben je cool. Dit moet wel een nieuwe biome zijn. Als je hier wacht, dan kom ik hier ooit ophalen. Remco, als je het over een paar jaar kijkt en je beseft dat je de kat bent vergeten, ga je kat ophalen, je imbecil! Papa Remco gaat nu op zoek naar een trial chamber, oké? Papa Remco. Ik zweer als jij dit niet verkoopt, hè? Echt, ik ga je helemaal neersteken. Mijn kompas. Nee, is het een goede pick? Ja. Ik wil die fout niet nog een keer begaan. Oké, we gaan even op zoek. Dus ik ben heel dichtbij. En de goede, even kijken, is dat deze kant op? Nee, is het die kant op? Ja. We zijn er, oké. Nee, ik wil niet dat je begint. Doei. Laten we hem eerst normaal doen en daarna opnieuw met Bad Omen. Oké, let's go. Laten we gewoon die kamer dan beginnen. Nou, trouwens, laten we in de gang beginnen. Wat kregen wij uit jou? Of uit jou? Oh, een trial key. Nice. Woehoe! Yo, vriendje. Kom maar met die key. Brood. Wacht, ik moet hem terugslaan. Wacht. Sla hem terug. Schiet hem. Ah. Ja, oké. Nog een keer. Ja, nog een keer. Ja, nog een keer. Hoe vaak moet dit nog? Wat is jouw health? Wacht. Nee, die is niet dood! Oh, ik had het oprecht nog een paar seconden moeten volhouden. Nee. Dat was zo dom. Qua layout vind ik dit wel een fijne trial chamber. Het is niet zo over de top. Elke kant nog iets of zo. En hier beginnen we.
Dus ja, hier hebben we heel veel aan. Oma. Wat? Dit is echt bizar. Dit, nee, dit kan niet. Dit, wat? Huh? Oh my god, wat? Het zijn er ook gewoon twee, hè? Nou, die kisten zijn niet gespannen, dat is dan wel jammer. Maar, oh, jawel. Oh, wow. Oké, jawel. Wat? Huh? Dit is echt bizar. Dit is echt... Dit is echt... Ik dacht, ik zag dit cobblestone, maar dit is echt gewoon ultra bizar. Dit is gewoon buiten ongewoon gewoon. Goeie zin. Niet dat ik hier ooit misschien een keer terugkom, maar dan nog. Bizar. Arrows. Oké. Jij bezit gewoon efficiëntie 1. Tief maar lekker op. Quick charge 1, die bewaar ik wel. Even 1 breeze gewoon killen. En kijken hoeveel, of hoe lang het duurt. Oké, here we go. Ik moet eentje even killen. Dus oké, 1, 2, 3. Ik wil weten wat jouw health is. Oh, die arrow. Wait, yo. Let's go! Blowback! Woo! We did it! Potatoes! Ja, joh, heel leuk. Oh, kinderen met zwaarden. Ah! Ah! Oh, oké. Alsjeblieft, de laatste armor trim. Heavy core? Damn. De laatste armor trim, come on. Wel cool om een heavy core te hebben. Again. Maar ik wil de andere armor trim. Hé, hey, jij loopt. Oh, dat kan natuurlijk gewoon. Ik ben even vergeten hoe de mechanics werken. Misschien is dat juist een heel dom idee om hier te blijven staan. Het is een heel dom idee om hier te blijven staan. Sterf jij, kutbaby. Oh, ja, kutbaby. Oh, kutbaby. Ominous. Yes, ominous key. Let's go. Dat droppen we natuurlijk. Hi. Armor trim. Let's go. We hebben de andere armor trim. We hebben de andere fucking armor trim. En dan gaan we deze dupliceren en dan hebben we ze allemaal. En dan gaan we de volgende aflevering lekker bouwen. Wat vinden jullie daarvan? En dan ga ik even wat blokken meenemen. Want het lijkt me wel handig om nog wel alvast iets mee te nemen. Maar volgens mij was die andere armor trim, holy damn, ik zit helemaal vol, te verkrijgen alleen maar door met een windcharge of met een breeze rod te kopiëren. Dat was de enige naar het armor trim die te kopiëren was met een item. Kijk, niet te geloven. Oké, ik ga terug naar huis. Ik zie jullie bij de base als we de laatste armor trim gaan kopiëren. Oeh, dat wordt leuk. Ik ben gewoon verdomme de kat vergeten. Ik kom terug, maak je maar geen zorgen. Ik kom thuis. Het laatste wat we dus nu moeten doen is de Flow Armor Trim gaan gebruiken. Oh, wat cool. En nog 1 keer, right? Ja, en dan hebben we hem 5 keer. Top. Ja, maar wat voor kleur gaan we gebruiken? Misschien quartz. Wacht, kan dat wel? Nee, dat kan niet, hè? Dat kan wel toch? Wacht even, nou weet ik het niet meer. Kan quartz nou wel? Ik kijk wel even. Dat kan wel. Oh, dat ziet er heel cool uit. Hebben we quartz niet een keer eerder gebruikt? Of hebben we dat gewoon compleet niet gedaan? Dit lijkt mij iron. We hebben quartz gewoon niet gebruikt. Ik denk dat dit ook een hele mooie gaat zijn. Bloep! Oh, we hadden al de diamond armor gefixt. Nou, dat is dan voor de toekomst. Ja. Hop. 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 Wauw! Ja, gek. Wat cool. Ah, oh, ja, hier moet hij dan als we hem weer krijgen. En deze hebben we nu een paar keer gekregen. Wat nice. Wat een nice update. Wat een gave update. Dit was dan de grote aflevering voor deze keer. Het was fantastisch om te maken. En ik heb een mooi plan voor de volgende aflevering. Waarschijnlijk ook wat langer. En dat ik het min mogelijk knippen in de aflevering. Dat we gewoon lekker gaan bouwen. Gewoon puur lekker bouwen. Je kan lekker kijken. Of je gebruikt het als een podcast. Want ik wil het wel gewoon over een paar dingen gaan hebben natuurlijk. Niet zo saai met niks zeggen en bouwen. Dat zien we de volgende keer wel. Dat gaan we gewoon lekker doen. Dit was aflevering 32. En dit was echt een fantastische aflevering. Ik hou nu al
van 1.21 en we zijn eigenlijk net pas begonnen. Later en joe, doei!